Hiltje Tjalsma heeft hem al zien komen. De gouden helm van onze kampioen. En zo gaan ze de rechterbocht door. Mispassen daarvoor Sierra Angel in de bocht. Had daar even een moeilijk momentje. Maar Discovery Swiss kan er niet van profiteren. Daarachter voor Ron of the Pair. En de vierde plaats is voor Bingo. En zo zijn ze voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Handelaar heeft genoeg gezien. Hij weet nu, als ik in de laatste bocht na Sierra Angel kom, kan ik hem misschien tot een foutje bewegen. Dan moet ik hem onder druk zetten. En dus is Handelaar nu al aan het rijden. Handelaar wil ernaast komen. Handelaar wil druk zetten. En zo gaan ze de laatste bocht in. Sierra Angel staat onder druk. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. Maar Sierra Angel geeft geen krimp. Sierra Angel aan de buitenkant Discovery Swiss. Voor en of de pen gaat naar het derde spoor. En het wordt nog spannend. Handelaar aan de buitenzijde gaat het proberen. Handelaar aan de buitenzijde. Charles aan de binnenzijde. Handelaar, Handelaar, Handelaar. Het is Fred Handelaar. Alleen maar Handelaar. Discovery Swiss. Sierra Angel. Voor en of de pen. En daar de galopade van Sierra Angel. Maar dat maakt niet meer uit. En vierde is Bingo. De uitslag is al officieel, dames en heren. De koers werd gewonnen door paard nummer 4, Discovery Swiss. En Fred Handelaar zei onderweg al dat het niet heel hard ging. Dat klopt ook. De winnende tijd was 1.30.9. Tweede aankomende de 8, Sierra Angel. Derde werd paard nummer 6. Voor en of de pen. Vierde was de 1, Bingo. 4.8.6.1 is officieel. Het ging dan misschien onderweg niet zo hard, maar het hoeft ook niet als het maar een klein veld is. Dan is het overzichtelijk en dan weet je precies wie waar ligt. En dan kan je ervoor zorgen dat je op het juiste moment eruit komt. En dat lukte Fred Handelaar. De man heeft niet voor niets ook een gouden helm op en is 24-voudige Nederlands kampioen bij de amateurs. Dat word je niet zomaar en bewees hier waarom dat is. Dan wint hij met Discovery's Wish. Dat is een 5-jarige donkerbruine ruin van Incredible Hulk uit Butterfly As. Gefokt door de familie Kloosterman, nog altijd hun eigendom. En getraind door Bas Krebas. En vandaag dus gereden door de Nederlands amateurkampioen Fred Handelaar. Want Fred, een mooie zegen met deze Discovery's Wish. Een heerlijk paard om te rijden lijkt me, maar je hebt de koers ook heel goed ingedeeld. Ja, Hiltje die kwam natuurlijk met snelle speed naar voren. Dat ging in de eerste editie eerder op de middag net zo. Dus nee, prima. Ik had een mooie gang maken. En met 5 paarden, ja, dan hoef je niet zo zenuwachtig te worden. Hè? Niet zenuwachtig, maar je moet wel op het juiste moment oprijden. En je moet dat paard, die Sierra Angel, onder druk zetten. Jawel, dat hebben we ook gedaan. En de ruimte die kwam daar ook voor, dus dat was helemaal geen probleem. En eerder met hem op Emmeloord gewonnen, een paar weken terug. Dus nee, hij weet zelf goed wat hij doen moet. Hij weet zelf goed wat hij doet, maar dat zegt Fred met zijn bekende glimlach. Ga lekker zitten, Fred. Want de mensen hier in Leek hebben genoten van 9 koersen. Prachtige drassport hier op de baan in Leek. En we gaan, dames en heren, voor de laatste keer de winnaar huldigen. En die gaan we dan heel hard applaus geven. Discovery Swiss en Fred Handelaar. Gaan richting baan. Kan eigenlijk niet misgaan deze bandenstart. Zo weinig paarden. Ze kijken precies naar elkaar. En de start is dan ook goed gevallen. Leiding is genomen door Discovery Swiss. Daarachter op de tweede plaats ligt Bingo. En daarachter op plaats 3 aan de buitenkant al Sierra Angel. Galopade van start af van Colonel Newport. Die verliest daardoor terrein. En daardoor zijn er 4 paarden bij elkaar en 1 op achterstand. En zo gaan de paarden de eerste bocht door. Leiding is nog steeds in handen van Fred Handelaar, maar aan de buitenzijde ziet hij al Hiltje Tjalsma komen. Doet me denken aan de eerste aflevering van deze koers, toen lagen de twee ook naast elkaar. Maar Hiltje komt nu heel makkelijk aan kop met Sierra Angel. Weer een galopade van Colonel Newport en zo komen de paarden voor de tribune langs. We hebben nog 3 ronden te gaan. Uitgeschakeld nummer 2, galop nummer 2. Sierra Angel leidt, Discovery Swiss ligt tweede, Voron of the Pen derde en Bingo vierde. Bingo die gereden wordt door Claudia de Boer. En Claudia de Boer die kwam in de eerste poging ten val. En als u dat nog een keer terug kunt kijken, dames en heren, moet u eens even kijken wat Claudia daar deed. Ze kwam op de grond terecht, lag achter haar paard, hield de lijnen vast, werd 30 meter meegesleept, maar hield haar paard vast, zette hem stil en kan nu deelnemen aan de tweede start. En alleen dat is al bijna een prestatie op zich. Maar die tweede start zou ze natuurlijk graag winnen. Ze ligt op dit moment 4e van 4. En vooraan ligt Sierra Angel. Sierra Angel op de tweede plaats Discovery Swiss.
Peach daarachter voor Ron Oftep, hè. En daarachter Bingo. En zo komen de paarden zometeen de rechte lijn voor de tribune weer in. Als ze de finish passeren, hebben ze nog twee volledige ronden te gaan. Hiltje Chelsma vooraan. Fred Handelaar op plaats 2. Sjoerd van der Galie op plaats 3. En op de vierde plaats Claudia de Boer. En zo komen we voor de tribune langs. En inmiddels gaat Ron Oftep naar het tweede spoor. Twee ronden te gaan dus nog. Sierra Angel in een wandeltempo voor Discovery's Wish. Dan voor Ron Oftep en dan Bingo. Verandert weinig. Voor Ron Oftep gaat ook niet echt naar buiten. En zo gaan ze de rechterbocht door op weg naar de rechterlijn overzijde. Dit is een wandeltempo. Dit doen ze thuis in het werk makkelijk een half uur, drie kwartier. Kost weinig moeite. Maar je kan er ook in een koers mee wegkomen. Vier paarden achter elkaar, niemand valt aan. Sierra Angel, Discovery's Wish, voor Ron Oftep. En daarachter Bingo. En zo gaan we weer op weg naar de linkerbocht. Hiltje Chelsma stuurt die bocht als eerste aan. Daarachter Handelaar, daarachter Van der Galie en daarachter Claudia de Boer. Paarden draaien de bocht door. Sierra Angel wacht eens op het moment dat Discovery's Wish naar buiten komt. Voor een aanval gaat Fred Handelaar kiezen voor een korte aanval. En dan begint hij dus pas voor de laatste bocht. Of doet hij dat hier al? We gaan het snel zien. Hij gaat hier al. Hij gaat naar het tweede spoor. En dat moet hij ook, want voor een Oftep kwam eraan. Nu komt de aanval van Discovery's Wish. En nu gaat de koers pas echt beginnen. Laatste ronde gaan we in. Hiltje Chelsma heeft hem al zien komen. De gouden helm van onze kampioen. En zo gaan ze de rechte bocht door. Mispassen daarvoor Sierra Angel in de bocht. Had daar even een moeilijk momentje. Maar Discovery's Wish kan er niet van profiteren. Daarachter voor Ron Oftep. En de vierde plaats is voor Bingo. En zo zijn ze voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. Handelaar heeft genoeg gezien. Hij weet nu, als ik in de laatste bocht na Sierra Angel kom, kan ik hem misschien tot een foutje bewegen. Dan moet ik hem onder druk zetten. En dus is Handelaar nu al aan het rijden. Handelaar wil ernaast komen. Handelaar wil druk zetten. En zo gaan ze de laatste bocht in. Sierra Angel staat onder druk. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. Maar Sierra Angel geeft geen krimp. Sierra Angel aan de buitenkant Discovery Swish. Voor Ron Oftep gaat naar het derde spoor. En het wordt nog spannend. Handelaar aan de buitenzijde gaat het proberen. Handelaar aan de buitenzijde. Chelsma aan de binnenzijde. Handelaar, Handelaar, Handelaar. Het is Fred Handelaar. Alleen maar Handelaar. Discovery Swish. Sierra Angel. Voor Ron Oftep. En daar de galopade van Sierra Angel. Maar dat maakt niet meer uit. De vierde is Bingo.